We gaan het hebben over GTA Trilogy, oftewel GTA 3, GTA San Andreas en GTA Vice City. En dit is dan de definitieve, allesomvattende, het gaat nooit meer beter worden versie die Rockstar heeft uitgebracht. En even voor de duidelijkheid, Boris heeft op de Switch gespeeld en de Xbox. Ik heb ook op de Xbox gespeeld en ik heb ook nog even op de PlayStation gespeeld. Dus we hebben op allerlei platformen gespeeld, behalve de PC. Ik denk dat we er niet heel erg over omheen hoeven te dralen. Nou, ik wil een aantal dingen die me opvielen toen ik het ging spelen. Want ja, maar gaan we nu al zeggen dat het niet leuk was? Nee, helemaal niet. Oh, nou, nee, ja, sst. Oké, okay, ja. Kijk, we hebben natuurlijk wel. We hebben het over GTA 3, GTA ja. Vice City en GTA San Andreas die opnieuw uitgebracht zijn. 20 jaar oud. Opgepoetst. 17 jaar oud, 16 jaar oud. Het is absoluut niet geremaked. Het is niet geremasterd. Het is, weet ik veel, ze hebben het grafisch een beetje opgepoetst. That's it. Ja. Anyways, ja. Ik die games, en met name GTA Vice City en San Andreas, hebben grote invloed gehad op mijn zeker persoonlijke game leven als mijn carrière als gamejournalist. Ja. Voor mij was dit de definitie van wat videogames moesten zijn en waar videogames heen gingen. Ja. Toen Vice City uitkwam, dat sloeg in als een bom. Weet je? Ik bedoel, de humor die daarin zat is denk ik nooit overtroffen. De leukste radiostations in combinatie met een originele soundtrack. Het had natuurlijk die Miami Vice-stijl. En weet je, mensen die jonger zijn dan 25 zullen niet weten wat Miami Vice is. Maar dat was een soort legendarische politieserie in de jaren 90 die zich afspeelde in Miami. Ging drugsdealers, Columbia, speedboten. En alles was natuurlijk zoals je in Miami hebt, die Art Deco vibe. Nou goed, nu kijken we naar San Andreas. Eigenlijk weer zo'n epische jaren 90 subcultuur, weet je. Ja. De LA gangster, de Crips and the Bloods, die shit. En dat, als je kijkt hoe fantastisch die art direction is neergezet van die games. En dat zie je vanaf het begin dat je de game opstart, weet je. Dan zie je die sfeervolle beelden die ze dan, waar ze dan zo'n effectje overheen hebben geplakt, weet je. Nou, de liefde en aandacht waarmee dat is gemaakt. Ik kreeg het nog steeds warm van binnen toen ik dat zag. Zeker? Ik vond het echt heel erg leuk. Dus dat is duidelijk, weet je. Ik bedoel, ik startte het op en ik zat in no time in Vice City. Vice City heb ik op de Switch gespeeld en San Andreas heb ik op de Xbox Series X gespeeld. Ja, die staat op de Game Pass, ja. Inderdaad, die staat op Game Pass. En daar, weet je, ik heb genoten van de soundtracks. Ik bedoel, ik heb heel lang ook de soundtrack zowel van San Andreas als van Vice City gewoon in mijn auto gehad. Ik luisterde die cd's. Ja. Het was supergoed. En dat en ik hoop, ik weet het eigenlijk niet, maar ik zit opeens te denken, misschien staat het wel op Spotify, man. Moet je gewoon checken of je dat... Er is wel wat over te doen, omdat niet alle nummers zitten er meer in, omdat niet alles meer gelicenseerd is. Ja, Spotify is wel, er zijn vast mensen die playlists hebben gemaakt. Ja, dat is waar, ja. Nee, maar ik geef je er ook volledig gelijk in. Ik denk ook even voor de... Nou ja, goed, wij hebben wel wat oudere kijkers, maar deze games waren voor die tijd... Ik bedoel, nu zou je denken, gangster, mensen doodschieten. Nou ja, dude. Elke game heeft dat, weet je. Ja. In die tijd, dit was echt op het randje van not done. Hier zijn door de politiek werden hier vragen over gesteld. Dit was godslastering. Dit ging veel te ver. En voor het eerst zagen we iets van, holy shit, die rauwheid van de straat, de muziek, hoe je omgaat, dat alles zat erin. Ja, nou ja, absoluut. En ik denk ook dat mensen moeten niet onderschatten wat de impact van deze serie is geweest. Nee. Ik bedoel, de GTA 3, wat ik de minste vind van deze drie games, die heb ik eigenlijk niet echt naar gekeken. Beetje een overgangetje. Nou, maar dat komt ook omdat we hebben natuurlijk een GTA 4 gehad. Die speelt zich ook af. Dat was met Nico Bellic in Liberty City. En GTA 3 is eigenlijk met een beetje fantasie geremaked in een totaal andere game, maar dezelfde locatie. En daarom had ik zoiets van, ja, ik vond in der tijd GTA 3 fantastisch, omdat het de eerste 3D GTA game was, weet je. Dus we hadden toen al wel wat 3D experimenten gezien. Driver was een goed voorbeeld daarvan op de PlayStation. Super vet. Nou goed, je had een aantal van die series. GTA legde de lat gewoon echt veel hoger. En dankzij die game is dit hele open wereld genre ontstaan. Ja, absoluut. Maar
het verhaal technisch en qua inhoud was gewoon Vice City en San Andreas waren toffer, waren exotischer. Ja. En dat verhaal was gewoon veel beter. Ja. Dus ik denk wat dat betreft, je krijgt 3 games in 1 package. Het zijn 3 oude games. Maar, en dat moeten we gelijk denk ik maar mee beginnen, het zijn ook verouderde games. Dat is natuurlijk ook een discussie die we hier vaak hebben. Ik ben zelf niet zo'n grote fan van, moet ik het even goed zeggen, remasters. Dat had ik hier ook van. Je denkt toch al heel gauw weer naar richting GTA 5. Weet je wel, hoe vet is dit, maar dan wat modern. Het is natuurlijk ontzettend archaïs allemaal. Ze hebben natuurlijk wel wat aangepast. Bijvoorbeeld het klunky schieten en bewegen en slaan van de oude versies. Dat hebben ze nu veranderd door een wat meer modern. Dus je kan nu gewoon eigenlijk targeten, waardoor het wat makkelijker is. Mm-hmm. Ze hebben ook nog bijvoorbeeld... Ik had altijd idee, dat vind ik een heel goed voorbeeld. Want je gaat altijd denken van hoe ervoer ik dat vroeger, weet je wel. En toen was San Andreas was een gigantische stad. Ja. Maar ze hadden ook allemaal cloud eromheen en volk en zo, weet je. Waardoor je niet zag hoe groot, maar uiteindelijk eigenlijk hoe klein het was vergeleken met wat we nu hebben. Dus nu hebben ze alles veel crisper en clearer gemaakt. Een beetje een Fortnite lichtje eroverheen gedaan. En in één keer zie je dat die stad helemaal niet zo groot is. Ja, en dat haalt die magnitude ook wel een beetje weg. Weet je, je fantasie van wat het toen was, ja, daar kijk je nu toch wel wat anders na. Maar dat is met elke geremasterde game. Dat bedoel ik. Het is nooit goed. Nee. Het is altijd soort van, weet je nog hoe vet dit was? Ja, vet. En dan, kijk, zo zag het eruit. Ja. Oh, oké. Okay. Want je probeert het waarschijnlijk. Misschien zijn je kinderen nog net te jong, maar feitelijk zou je het willen van, nou, kijk, dit hier, wat jij nu speelt, dat is hier begonnen, weet je wel. En dan zitten ze waarschijnlijk te kijken en denken ze, ziet het toch niet uit, nou, man. Nou, dat gebeurde letterlijk. En dan zeggen ze, oh, oké. Okay. En dan zo hop switch naar Forza 5, ja, weet je? Ja. En dan is zo, en dan zie je daar eventjes hoe moderne graphics eruit moeten zien. Ja. En dan heb je zoiets van, oké, weet je, nou goed, je kunt het niet meer uitleggen. Nee. Het is geschiedenis en het stom is wat je met film en series, daar kun je nog, weet je, je kunt van een oude film en oude series kun je genieten, weet je. Ja. Zelfs al is het een zwart-wit film, weet ik veel, je kunt dat nog zien, maar. Deze toestand, en ik denk eigenlijk dat het niet eens de graphics zijn, het is de gameplay. En het grappige is, ik vind bijvoorbeeld een aantal dingen, dus ik vond de car mechanics vind ik heel goed. Ja. Je ziet het ook, die auto's liggen goed op de weg, vooral hier in San Andreas. Ik niet dat ik niet vol ergens op knal, maar... maar dat kan, maar je ziet in ieder geval, de auto's reageert vrij direct. Ja. Wat heel kut was in San Andreas, dat zie je hier ook, als je verkeerd parkeert, dan valt de bumper er al af. Ja. Ja, het ging heel snel. Ja. Dus dat is gaar. Maar het is, weet je, het rijdt als een trein. Het was leuk. Ja. En ik denk dat... De Grove Street is toch ook episch. Ja. Maar goed, die car mechanics zijn goed. Maar de shootout mechanics waren echt kut. Ja, maar dat is nu wel makkelijk geworden. Want je stond om elkaar heen te dansen zo. Weet je, omdat je hem niet kon raken. Dat is nu wel verbeterd. Maar kijk... Iedereen heeft natuurlijk al gezien wat een shitstorm er op dit moment op social media en overal los is. Er worden refunds gevraagd, mensen zijn kwaad. En ik weet niet of ik kwaad werd, maar ik ben verbaasd. Ik laat het zo noemen, want ik vind als je iets remastert, dan doe je dat als een eerbetoon. Ik vind dat Nintendo die rehashed als een malle, maar het is altijd wel een eerbetoon. Nou, zij hebben ook goed naast gezeten met die Mario reissue waarbij Mario Sunshine en zo... eigenlijk gewoon niet goed gepoord was. Nee, oké, nou goed. Ik vind voor zo'n epische, zo'n historische game voor gaming, voor de gamewereld, dat moet je met een soort van eer doen. Dat moet je met eergevoel doen. Doe je dat met deze game? Dat weet ik ook niet. Ik weet het wel. Je moet die game helemaal opnieuw maken. Maar dat je is houdt het verhaal en je houdt de missies. Maar de hele wereld en alles wat zich in afstand moet je opnieuw maken. Ja, want het verhaal is... Want dat vond ik grappig. Er zitten dingen in dat je denkt van... Oké, dat is een beetje verouderd. Maar er zitten ook heel veel grappige dingen in. Ze hebben het heel veel over... Bijvoorbeeld, er zitten scènes in waar ze het hebben over een bedrijf wat dus... dat kan je online bestellen en dan brengen het naar je deur. En dan doet iedereen heel erg lacherig over. Weet je wel. Ik koop en dan dat bij me thuis. Dat is nu... Donald Trump zit erin, weet je wel. Ja, ja. Dat wist er helemaal nog niet dat die man ooit president zou worden, weet je. Ja.
Dus het is nog steeds... Maar het is een episch tijdsbeeld. Het is een waanzinnige game. Alleen, dus ze hebben het met zo weinig liefde... hebben ze het op een schijf gekwakt. Ja. Met framerate problemen, met bugs. Op de PlayStation 5 of de Xbox crasht die. Het is bizar. De PC-versie doet het, is offline 3 dagen gegaan. De Switch-versie is nog lelijker dan de PS Vita. Ik bedoel, hoe dan? Ja, nou ja, dat is... Ik zat daarover na te denken. Ik zei van, hoe kan je dit in godsnaam goed doen? En ik denk ook een soort van... Misschien had het in zich moeten... Misschien had er wel een documentaire bij gemaakt moeten worden. Over deze tijd, weet je. Ik bedoel, ik realiseer me dat er zijn... er zijn 2 soorten gamers. Mensen die geïnteresseerd zijn omdat ze GTA Online spelen. En zoiets hebben van, oh ja, zijn er nog oudere GTA games... Laat ik het. Wat is dat dan? Je kunt die games niet begrijpen zonder dat je dat tijdsbeeld kent. Nee. Als je de jaren 90 niet hebt meegemaakt, zeker. Dan snap je niet wat deze games doen. Nee. En ik denk dat daar hebben ze iets laten liggen. Weet je, ze hebben het nagelaten om dat tijdsbeeld, die context te schetsen waarin deze game belangrijk was. Ik denk ook dat er gamers zijn die dat wel hebben meegemaakt. En die hebben gewoon zoiets van... ja, maar wat maakt deze game toen zo vet? Want als je gewoon die game speelt... ja, het gaat gewoon geen recht doen aan de ervaring die je toen hebt gehad. Nee. En dat is natuurlijk altijd de nachtmerrie die je hebt met dit soort remakes. Dat het... die haag. Die gigantische haai ook. Maar dat... ja, het doet gewoon geen recht eraan. En en nu het enige wat je ziet is van onhandige shit. Wat doen die mannetjes onhandig? En waarom lopen ze niet? En waarom spring ik niet over dit hekje heen? En waarom ziet het er zo kut uit? En ja, het is eigenlijk alleen maar kut. Terwijl het... Ze hebben het niet... het zit 20 jaar tussen. Ze hebben het niet naar deze tijd kunnen transporteren. En als je dat niet doet, als je het gewoon kaal over de balie flikkert... dan krijgt iemand die... inderdaad 18 is en dat die tijdsbeeld niet heeft. Je hebt zoiets van, wat zit je me nou voor een oude, onhandige... Vond jij dit nou echt goed voor... Bizar, man. Het speelt toch voor geen meter? Nee, het speelt ook voor geen meter. Maar in die tijd was dat magistraal. Nou, je had toch shit. Je hebt toch die serie Cocaine Cowboys? Je hebt ook een documentaire daarvan, Cocaine Cowboys. Ja. Dat gaat echt over Miami en de drugscultuur in de jaren 90. Dat is een betere context dan deze game dan iets anders. Weet je? Ja. En ik heb zoiets van, wat je wil is gewoon... Je wil de jaren 90 op een of andere manier uitgebeeld krijgen. Ja. Je wil daar iets mee, weet je. Ja. Ik mis dat hier gewoon. Ja. Het enige wat ze gedaan hebben is die graphics een beetje opgepoetst. En hier, ze hebben die shit uitgescheten. Maar dit had een ode moeten zijn aan het tijdperk. En ik heb het daar... goed, we hebben wel eens een aflevering gemaakt met dat kunstproject van Peter Riesebos. Ja. Next Level heet dat. En ik ben een paar keer bij hem geweest. En we praten over wat videogames waren. En de kracht van escapisme. Ja. En hoe dat paste binnen die cultuur op dat ogenblik, binnen mediacultuur op dat ogenblik. En zo moet je die games benaderen, weet je. En het laat zich niet vangen in een opgepoetste oude game. Nee, weet je. Je moet alle aspecten, dat vind ik zo tof aan Awesome Space in Utrecht, waar ze alles uit de jaren 90 en jaren 80 in dat kantoorpand hebben gedouwd om maar die vibe opnieuw tot leven te krijgen, weet je. En dat, ik mis het gewoon hier, man. Ja, en dat is raar. Het is raar. Ik kan me niet voorstellen dat de House of Brothers hier niet heel erg bezweet van wakker worden 's nachts. Die weten van tevoren, dit is niet tof. Het is hun legacy. Hebben die dan geen inspraak meer in... Dan Houser is weg. Ja. Sam Houser is nog steeds uitvoerend producent van van die toko. Want GTA 3, ik heb hem nog op LinkedIn proberen. Daar heb ik hem gevraagd of hij mij wil ontmoeten. Of hoe heet het zoiets? Dat hij ook lid wil worden koppelen aan elkaar. Obbe voor mij. Oh ja. Die werkt nu heel ergens anders in San Jose. Doet hij iets. Ja. Maar weet je wel, dat zijn de mensen die deze game gemaakt hebben. Vice City, daarvan was hij nog de. Hij deed visuals volgens mij.
En hij heeft, ik zag hem voorbij komen in de credits, ja. In de credits, ja. Maar dat is niet eens definitief, want ze hebben dingen eruit gehaald, weet je. Ik bedoel, de GTA 3 had nog een van boven camera, kon je instellen als je dat wilde, om de overgang over te maken. Je kon foto's maken, hebben ze eruit gehaald. De save-functie zit er niet. Ik bedoel, het is gewoon door inderdaad een ze hebben het gewoon gegeven aan een mobile studio, van nou, port die shit, maar ja, gewoon. Het is heel liefdeloos gedaan. En dat vind ik echt heel liefdeloos. Ik kan daar met mijn hoofd niet bij, omdat ik ga nou ook niet hier verkondigen dat ik hier ongelooflijk veel zin had om dit nou te spelen, maar meer van, ik had gehoopt dat het dermate tof was dat, dat jongere gamers die er ook echt voor openstaan, zoiets van, oké, dus hier komt het vandaan. Oké, ja, vet, weet je wel. En, ja, nee, maar dat is een gemiste kans. Het is echt een gemiste kans. Het ding is, ik heb er wel... weet je waar het me aan deed denken? Dat is heel stom. Maar ik bedoel, mijn oma is al, weet ik wat, toen 12 was mijn oma gestorven. Maar ik ging als kind heel vaak naar mijn oma toe. Mijn oma woonde in Zutphen, in Gelderland. Ja. Dus dat was een klein dorpje. En 2 jaar geleden of zo ben ik daar naartoe geweest. Ja. En weet je, heb ik in de straat geparkeerd en liep ik daar rond. En ik had zoiets van, tyfus, wat zijn die huisjes klein, weet je. En wat is dit? Ja, het was gewoon, en mensen keken ook zo naar, wat moet jij hier, weet je. Met die maffe tattoos van je, weet je. En ik had echt zoiets van, fucking mijn halve jeugd heb ik hier doorgebracht. Ja. En ik ben in mijn auto gestapt, me weggereden. Ik had zoiets van, ik kom hier nooit meer terug. Dit is, ik heb betere herinneringen hier dan dat het nu, wat het nu is. Dat is het vaker. En dat heb ik hier ook mee, weet je. Ja. Ik bedoel, je gaat dit spelen en je hebt echt zoiets van, ja, dit was leuk toen, dit was tof en dit was die ene plek en oh ja, hier ben ik met die missie, ben ik zo lang bezig geweest. Maar het is eigenlijk gewoon een oud theezakje waarin een soort slap aftreksel getrokken wordt van wat het ooit was. En het is zo zonde, want het klinkt heel stom, ik heb heel, heel, heel veel liefde voor die games. Ja, ja, ja. Ik koester echt warme gevoelens. Hij wordt natuurlijk gewoon review bombt hier, maar dan is het heel erg van, ja, er is niks veranderd en de bugs en de glitch is heel erg daarop gefocust en ik begrijp het ook allemaal, want het is gewoon geen goed product. Maar desondanks vermaak ik me er wel mee in die zin van, niet misschien om dat wat ik nu doe, maar omdat dat, oh ja, dat, oh dit, weet je wel, een soort van memory lane. En dat is inderdaad één keer leuk als je opeens, weet ik veel, opeens door de straat rijdt waar je vroeger op de lagere school zat, dat je denkt van, holy shit, ja, oh wow, dat dit, oh, daar ben ik toen gevallen en daar had ik toen dat knokpartijtje. Dat is even leuk. En als je dan de volgende dag erheen komt, ja, oké, dan heb ik het wel gehad. Maar dus ik kan er niet eens zo heel erg op haten, maar het is zo'n gemiste kans dit. En ik vind het zo... Rockstar was een van die laatste bastions die dat niet deden. En nu gaan zij ook al mee in het gewoon, nou ja, whatever. Oh, dan kunnen we daar ook wel wat geld mee? Oké, dan doen we daar ook nog wat geld mee. Omdat die oude versies, die waren er al, die kun je niet eens meer spelen. Ze zijn uit de store gehaald. Alle fantastische, hoe heet het nou, mods, die zijn allemaal, hebben allemaal een DMCA in een broek gehaald, waarvan je bang wordt, omdat die advocaten veel te goed zijn. Je moet nu wel dit gaan spelen. Ja. Maar dude, ik... Weet je wat dit heeft? Wat dit gewoon is? En ik realiseerde me dat heel goed toen ik dit aan het spelen was. Wij worden oud. Of wij zijn oud geworden. We zijn oud. En dat is... maar onze kijkers zijn ook oud. Ik weet hier zeker, er zitten hier nu allemaal mensen van 30, 40 en 50 zitten ook te kijken. Oh, ik had dit graag wel... Oh, oké. Okay. Ja, kut. Nee, maar dit is wat we hier doe zien. Doe niet. Heeft hem dat zie ik. Ik zie het in Amsterdam, man. Ik bedoel, toen ik in de jaren 90, ik ben geboren getogen Amsterdammer in die stad in de jaren 90. Dat was gewoon een puinzooi, man. Ik kan me gewoon herinneren dat het merendeel van de weet je, ik woonde in de hoe heet het, in de bij de Waterlooppleinbuurt. Ja. Het merendeel van de panden in die buurt waren gestut. Ja. Weet je, ik kan me herinneren dat de Zeedijk dat was gewoon een gevaarlijke buurt. Ja, daar wilde je niet een huis kopen. Ja. Nu is een huis fucking een miljoenen object daar, weet je. Dus die we zijn een, weet je, we zijn eigenlijk nu aan het gadeslaan dat onze jeugd is niks meer dan een cultuur geworden. Maar ik heb er geen problemen mee. Het is niet zo dat vandaag de dag alles slecht is, weet je. Amsterdam is een andere stad geworden. Maar ik kan ongetwijfeld dat jongeren hier die nu onze leeftijd van toen hadden een hele toffe tijd hebben. Dat moeten we ook gewoon. Dat respecteer ik ook. Voor mij was het anders. Dat wil niet zeggen dat ze mijn herinneringen moeten verkrachten. En nee, precies dat. Dat heb ik dit is een van, karikatuur. Deze moet je game niet is doen. Een karikatuur van wat het ooit was. Ja. Want nu gaan jongeren erover. Zie je dat? Het is echt, weet je, alles wat jij nu speelt, als dit er niet was geweest,
had je dat niet gespeeld. En ik vind dat daar had Rockstar had zijn poot stijf moeten houden. Dit gaan we niet doen. Zo gaan we het niet op de markt pleuren. Maar deze game moet in een museum. En, exact. En de oude versie is er. Ja. Speel hem fucking op een PlayStation 2. Gewoon ouderwets maar als ik het moet vroeger zeggen, was. Ik vind dat... kijk, er is natuurlijk een gigantische mod community aan de slag gegaan met die games door de jaren heen. En dat hebben ze allemaal offline gehaald. Ja. Dat is letterlijk geschiedvervalsing. Ze hebben al die... Al dat werk van die community die er waarschijnlijk al 10+ jaar mee bezig is, dat hebben ze allemaal offline gehaald. Ja, bizar, want waarom laat je dan je systeem eerst open zijn? Is er dan geen grens aan hoeveel je... Ze hebben er geloof ik nu al 350, 400 miljoen stuks verkocht van deze serie alleen. Ja. Waar is op een gegeven moment de grens? Waarom dwing je dit af? Waarom geef je mensen gewoon niet de keuze? Hey, je kan dit spelen als je het leuk vindt. En als je de oude versie wil kan spelen, dan kan je nog gewoon lekker de PlayStation versie uit de budgetbak of de anti-care halen. En de mods zijn er ook nog. Doe wat je wil. Nee hoor, we dwingen het allemaal af. Dat striken we. Dat halen we uit de store. En je moet dit kopen. Want dan kunnen we nog een keer 60. Ja. Dat is de nasmaak die ik krijg en die ik niet tof vind. Ik wil het niet hebben over ziet hij er nu tof uit of is het een beetje te Fortnite-achtig. Daar kan ik allemaal wel mee leven. En nog steeds, die games zijn echt, echt heel erg goed. Maar ja, het is nu op een manier dat ik denk van, nou ja, dit, ja, let it be, man. Je hoeft het, ja, het is gewoon een, of remake het helemaal. Begin gewoon helemaal. Nee, je ziet het aan deze personages, weet je. Ja, maar kijk, het is niet meer gangster. Nee, maar nu is het een karikatuur geworden. Ja. Toen was het het mooiste wat er mogelijk was op de PlayStation. Maar het was ook wel rauwer, hè. Ze hebben het nu wat meer, je wordt er niet meer bang van. In die tijd had ik wel iets van die gangsters, dat waren ook wel echt tough guys. Het is wat kleurrijker, iets high-res gemaakt. Het is niet meer stoer. Nee. Nee, maar dat, kijk, dat zijn die cutscenes draaien natuurlijk heel erg om het acteren van die characters en die dialogen. Ja. En dat was toen was dat oké, weet je. Maar nu zie je gewoon van, het is de tand des tijds. Hij heeft het niet doorstaan. Nee, het is lastig, man. Maar goed, ik eigenlijk... Ja. Kijk, al die tijd hoop ik op een nieuwe San Andreas. Ik hoop op een nieuwe Vice City. En GTA V was een ontzettend goede game. Ja. En ik ben eerlijk gezegd bang... Nou, ik denk dat het nooit meer terugkomt. Dus ik denk dat GTA 6 dezelfde commerciële beslissingen worden gemaakt. Dat, weet je, het is al een godswonder dat GTA 5 zo goed was als dat het was. Hè? Maar ik denk wel dat het de laatste was. Weet je, die Leslie Menzies is weg. Die man is van ongelooflijk belang geweest voor de productie van die serie. Hetzelfde geldt voor die Hauser broers. Dat is gewoon een duo. Nou, die zijn klaar ermee. En het is ook logisch, van hoe lang kan je doen? Moet je tot je 70ste GTA-games maken? Dat kan bijna niet. Ja, en de tijden zijn gewoon veranderd. Hè. Vroeger kon je gewoon wat meer je gang gaan. En nu denk ik toch dat er allerlei eisen worden gesteld aan. Het moet zoveel verkopen, het moet dit, het moet dat, het moet online, het moet service in, het moet dit in. Ja, dan... Ja. Denk ik ook, als jij gewoon al je miljoentje op de bank hebt staan, dat je op een gegeven moment denkt, weet je wat, dikke vinger voor je. Ik ga gewoon iets doen wat ik leuk vind. En dat doet die andere gast nu ook. Die gaat gewoon wat kleinere dingetjes maken, waarin die gewoon weer zichzelf kan zijn. Ja. En dat zie je hier ook. Dit is niet, het klinkt heel raar, maar dit is niet door Rockstar gemaakt. Het is wel door Rockstar gemaakt, maar dit is door 2K gemaakt. Dit is door management gezegd van, we gaan dit gewoon nog een keer uitbrengen. Hey, het moet ook godverdomme nog voor november in de winkel liggen, want dan pakken we nog eventjes heerlijk al die ouders mee die dat helemaal niet weten. Die denken, oh GTA, dat vond mijn kind toch zo leuk. Dan kopen we dat ook allemaal. Dus zorg maar dat het af is. Oh, is het buggy? Maakt geen reet uit. Leg het gewoon in de winkels en dan zien we dan alweer. Het is gaming anno 2021 en Rockstar is er helaas ook ingetrapt. Zonde.